1995. Hè. En dat was natuurlijk heel dramatisch. Ik heb dat zelf van heel dichtbij meegemaakt. Ik woon ook niet zo ver van de Rijn af. Toen werd het natuurlijk duidelijk, hè, dat het op deze manier niet verder kon. Die dijken moesten nog wel hersteld worden. Maar het was duidelijk dat er meer ruimte aan de rivier gegeven zou moeten worden. En dat we op deze manier niet verder konden gaan. Over de Veerdam bij Lexusveer, aan de zuidoever van de Nederrijn. We zijn hier een rivierverruimingsproject aan het doen, samen met Natuurontwikkeling. Er wordt een prachtige nevengul aangelegd, aanzet daarvan zie je hier al. Die stroom zakt van die kant onder deze Veerdam door, dus deze Veerdam moet eruit. Daar gaan we een brug van bouwen en op die manier dragen we ons steentje bij om Nederland veiliger te maken. Allein Geld ist heute, meine ich, nicht immer ganz entscheidend. Dieses Zusammenlaufen und zusammen sich kennenlernen in Europa, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ein Punkt ist ganz sicherlich, dass die Kinder erkennen, dass wir Hochwasserschutz für den Menschen umsetzen und für die Natur umsetzen. Dass die Kinder erkennen, warum wir es tun und aber auch sehr kritisch unsere Maßnahmen überprüfen. Ist dann das, was wir tun, alles richtig gewesen? Wir sehen das heute aus unserem Blickwinkel. Die nächsten Generationen werden unsere Maßnahmen aus einem anderen Blickwinkel sehen. Und da gilt es ganz sicherlich rückblickend, das zu analysieren und ich sage nicht, dass wir fehlerfrei sind und die Fehler, die wir heute machen, dass die in der Zukunft auch dann wieder korrigiert werden. Doordat wij met z'n allen een geweldige boterham willen verdienen in Europa, staat de ecologie nogal behoorlijk onder druk. En is het ook hard noodzakelijk dat er maatregelen getroffen worden om een verdere teruggang in de biodiversiteit die in het stroomgebied van de Rijn aanwezig is, om dat een halt toe te roepen. En dat zal nog wel een hele klus zijn om dat voor elkaar te krijgen. Maar ook dit project draagt daar een klein beetje aan bij. Die Verbindung zur Flussökologie ist halt dann unser Job sozusagen, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann und dass ein naturnah, ökologisch hochwertiger Fluss eben auch für die zahlreichen Menschen am Rhein ein sehr wichtiges Gut ist. Wichtig ist auch für die Sicherheit aller Menschen in Europa. Und die an diesem Fluss liegen, an dem Fluss Rhein liegen, dass wir zusammen weiter in Zukunft arbeiten. Kijk, met SDF houdt het niet op. Hè. We moeten voortdurend alert zijn en alle maatregelen, er zijn nog heel veel maatregelen uit te voeren om echt een relatief veilig leefomgeving voor de mensen in een stroomgebied te maken. Vandaar ook dat we als motto voor ons SDF Final Event gegeven hebben,
their future, our concern. Het gaat vooral om wat we nu doen. Het zijn geen korte termijn maatregelen, maar zijn vooral maatregelen bedoeld voor onze kinderen en onze kleinkinderen. En ik denk dat heel belangrijk is dat we dat in gedachten houden.